Op dit moment zijn we bezig in het project van Jussen Logistiek France in Duinkerke, waar we de logistieke hallen gaan voorzien van warmtepompen voor de producten die hier opgestapeld worden aan een minimumtemperatuur te houden tussen de 19 en 20 graden, zoals de klant dat vraagt. Het project houdt in dat we hier 16 warmtepompen voorzien per hal, waarvoor we een constante temperatuurmeting hebben, zowel voor de klant als voor ons. Die kunnen we aansturen van op afstand. Met destificatoren kunnen we hier ook de warmte die van boven blijft hangen altijd naar beneden sturen, zodat er altijd genoeg luchtcirculatie in de hal is en de temperatuur zo constant mogelijk blijft naar de eisen van de klant en ook het energieverbruik ook op een normaal peil kan behouden blijven voor de klant. Met deze systemen, met de warmtepompen, kunnen we zowel in de winter de temperatuur constant houden als in de zomer de temperatuur constant houden, omdat we hier samen mee kunnen koelen en verwarmen. En gezien de vermogens en de lage grote worp dat deze toestellen hebben, kunnen we hier een hele goede luchtcirculatie verwezenlijken. En dan kunnen we de hal overal op een gelijkmatige temperatuur behouden. Wat eruit zo speciaal is aan dit project, is eigenlijk de specifieke vereisten ook van de klant zelf. Dat zijn wel dingen waar we in de toekomst meer op gaan focussen, maar dat in het verleden nog niet echt heel veel voorkomend was. Dus de nauwe samenwerking met de klant, ook gewoon naar veiligheid toe, naar regels en naar het vereisten. Het is wel anders dan de verschillende projecten die we in het verleden gedaan hebben. Ja, Air Klima is trots om hier voor Jussen in Duinkerke ook deze installatie te mogen doen. Gezien we al enkele jaren met Jussen samenwerken en toch al vele mooie resultaten behaald hebben, dat maakt dat de klant content is en de klant steeds weer keert naar een kwalitatief firma die goede resultaten levert.